In gesprek met minister Noor Mohammed van het ministerie van Openbare Werken werd hem gevraagd hoe het zit met de kapotte brug in het Matawai-gebied. De minister gaf hierop zijn reactie. We hebben wel opname gedaan, et cetera. En ze zouden voorlopig een bypass maken, heb ik begrepen. Maar de minister van Justitie helpt. Dat heeft goedkeuring van ons gehad. Wat bruggen betreft, ga ik je ook wat zeggen. De achterstand van bruggen is ook heel groot. We praten er weinig over, maar ik heb heel veel opgelost. Maar dan nog is de achterstand heel groot. Dus wat ik heb besloten is om ook een groot programma, een groot financieringsprogramma van bruggen te gaan zoeken. Omdat deze dingen moeten versneld opgelost worden. En dit soort bruggen, Brokkeponden, Marwijn, weg naar Pora, vallen er helemaal onder. En het is niet één brug, het is geen 2 miljoen. Je praat over 50, je praat over tientallen miljoenen US dollars. Dus dat is het besluit, omdat je anders die achterstand niet gaat kunnen inlopen. Hetzelfde geldt voor wegen, hetzelfde geldt voor bruggen, hetzelfde geldt voor ontwatering. Ondanks dat hebben jullie wel gezien, ik ben heel duurzaam begonnen op verschillende plekken. Dus die alle druppeltjes gaan helpen, maar ik moet naar heel Suriname kijken. Ik niet alleen naar Paramaribo, net wat je zei, ook in Matawai-gebied, ook in Nikeri, ook in Marwijn heeft men dit soort issues.